PSV onder 19 startte de competitie afgelopen zaterdag met een uitwedstrijd bij FC Volendam. En het werd een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft PSV de bovenliggende partij. Het creëert veel kansen. Hier is Scamacca dichtbij. Maar het is Nathan Markelo die de spits op de huid zit, wel een hoekschop weggeeft. En uit die hoekschop is het hier Joël Pirou met de 1-0. 23 minuten gevoetbald. En deze hoekschop, Sadilek achter de bal, is ingestudeerd. En Pirou met de treffer. 7 minuutjes later is dit Jordan Theze. Pirou, Hattou met de bal op Lonwijk. En dit is een prachtige treffer. Onderkant lat, die bal achter doelman Kyle Safri van FC Volendam. En dan lijkt de wedstrijd in het Krasstadion al beslist. Prachtige treffer nogmaals van Lonwijk en dus 2-0 voor PSV. Nog voor rust deze vrije trap van Sadilek. Safri in eerste instantie, maar daar weer Lonwijk. En hij met zijn tweede van de middag zorgt voor een 3-0 ruststand. Weer een trap van Sadilek aan de basis van deze treffer. Pirou met de kopbal, Safri met de redding en Lonwijk helemaal vrij. En dat is een koud kunstje voor de nummer 10 van PSV onder 19. Onder 19 speelt dinsdag in de Youth League de eerste wedstrijd tegen Atletico Madrid. En dan is het lekker om bij rust met 3-0 voor te staan in Volendam. Maar in de tweede helft komt de thuisploeg terug in de wedstrijd. Treffer gemaakt door Stekkel. Jason Stekkel, spits van FC Volendam. Ja, Banani gruwelijk in de fout natuurlijk. En Stekkel weet wel raad met dit buitenkansje. En wordt het dan nog spannend in het Krasstadion. Brusselers, hij maant zijn mannen tot concentratie. Het is nog niet gedaan, lijkt hij hier te zeggen. En een kwartier voor tijd deze vrije trap. Vlak pompt die bal erin. Afvallende bal, gevaarlijk. De redding is daar van de Meulenhof. En in de rebound de goal voor Volendam. Daryl Bailey maakt hem. En zo de thuisploeg weer helemaal terug in de wedstrijd. Want nog een kwartier te spelen. En er kan nog van alles gebeuren. Pirou. Hattou, de rechtsback. Jahel Hattou mag ver komen. Hattou met de inzet. En de redding van Safri. Zo zijn er dus nog kansen voor PSV onder 19. Maar het blijft 3-2 en het blijft dus uitkijken geblazen. Weer een vrije trap van vlak. Zelfs doelman Safri is mee naar voren. En valt die bal dan goed voor Volendam? In eerste instantie niet. Opnieuw vlak. Ruimte ligt er aan de buitenkant bij Lauwers. Barry Lauwers met de voorzet. En daar nog de kopbal. De uitstekende mogelijkheid voor Nathan Markelo. Maar hij kopt over. En dus wint PSV onder 19 met 3-2 van Volendam.